Het is alweer een tijdje geleden dat we een van deze hebben gedaan, dus vandaag zijn we terug met een 11 puntje 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 bepalen mijn FIFA 22 team. En vandaag hebben wij dus 10 80 plus player picks en 1 84 plus player pick. De 11 spelers die daar uitkomen, vorm ik een team mee, speel ik een Division Rivals potje mee. En dan hoop ik maar net dat ik die ga winnen. Heel simpel. Maar jongens, voordat we beginnen, doe even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal, zet je notificaties aan, mis je helemaal niks. Ik zou zeggen, laten we gewoon lekker van start gaan. Oké, daar zijn we dan. Zoals je kan zien, 1 of 3 84 plus gold players. En de rest, 1 van de 3 80 plus gold players. Dus we gaan beginnen met deze team. Het slimste is natuurlijk als ik een keeper probeer te krijgen. En van elke linie 4 of 3. Zodat je wel een normaal team kan bouwen. En niet bijvoorbeeld met 2 keepers opgescheept zit. Hopelijk krijgen we wat goeds. We kunnen gelijk beginnen met de keeper in ieder geval. Dat is wel lekker. Tuurlijk. Is Road to the Final uit. Dus we kunnen wat goeds krijgen vandaag. Ik ben benieuwd of we wat goeds gaan krijgen. En dit is kut, want ik ga wel de keeper kiezen. Dat betekent dat ik met Areola of met Chesney op het veld moet gaan spelen. Natuurlijk, voor fodder is het altijd lekker als je zo'n Chesney in je team hebt. Grimaldo is een goede back. Laten we die ook lekker kiezen. Link niet heel goed, dus dat is wel kut. Misschien dat we wat moois krijgen. We krijgen wel Gomez of Martial. En dit vind ik wel een lastige. Want Gomez is natuurlijk een supergoeie centerback. Linkt ook met Areola. Maar aan de andere kant linkt Martial ook weer met Areola. Ik denk dat we voor Gomez gaan. Ik ga denk ik niet meer zo'n goede centerback krijgen. Hopelijk krijgen we nog wel een goede aanvaller. Zoals Pulisic. Laten we gewoon de Premier League kant op gaan dan maar. Vanaf nu. Hopelijk kunnen we wat goeds krijgen. Weer een goede keeper. Weet je wat? We gaan gewoon met keeper spelen vandaag. We gaan gewoon met keeper spelen. Dit gaat niks worden. Oh, Cuadrado. Kijk, dat is heerlijk. Die kregen we vorige keer ook in de challenge. Maar nu krijgen we zijn Road to the Final. Dat blauwe gedeelte om zijn kaartje heen. Dat stak al uit. Waardoor we konden zien dat het een Road to the Final is. We krijgen er in ieder geval één. Dat is lekker. Maar ja, hoe gaan we dit doen? Ik heb geen idee. Ik heb geen flauw idee. We krijgen Slager. We hebben nog geen middenvelders volgens mij. Dus dat moeten we wel even gaan doen. En dan hebben we nog 3 player picks. Kom op. Hatenboer. Gerson. Die link met Chesney. Nog 2 player. En met Cuadrado trouwens. Kom op. Kulusevski. Die linkt ook weer. Laten we die ook kiezen. En dan de laatste. De 84 plus player pick. Is in vorm Rudiger. Oké, het waren 3 centerbacks, dus dan kan je net zo goed voor de beste gaan natuurlijk. Oké, jongens, ik ben heel benieuwd wat voor team we hiermee gaan krijgen. Ik denk dat we echt een kut team neer gaan zetten. Oké, nog even op een rijtje. Dit zijn dus de 11 spelers waarmee we het moeten gaan doen. 3 keepers. 1, 2, 3, 4 verdedigers. Dus dat is niet zo erg, dat is wel prima. Ja, dit gaat nog wat worden. Oké, ik denk dat dit het beste is wat ik ervan kan maken. Er is niet echt een manier om Pulisic of Pulisic, hoe je zijn naam ook maar mag zeggen. Pulisic vind ik altijd zo kut klinken. Om hem met Rudiger te linken. Nou ja, je kan dit doen. Ik weet niet of dat scheelt. 3 cam. Nee, dat scheelt voor geen meter. Laten we het dus maar zo houden. En dan gaan wij in een narrow spelen. 4-1-2-2 deden we vorige keer ook. Pakte wel goed uit. Kulusevski en Pulisic. Pulisic. Ik noem hem gewoon lekker Pulisic, weet je. In de spits. Chesney op 10, Grimaldo, Cuadrado als centermid, Slager als CDM, Navas op linksback, Rudiger in vorm en Gomez op centerbacks gewoon en Hatenboer op rechtsback, Areola op doel. Ik ben benieuwd. Zoals jullie weten, ik zit in de elite divisie, ik zal het even laten zien. En ik heb 1944 skill rating, nog niet zo hoog gelukkig, want anders zouden we nu helemaal doodgemaakt worden. Gaat waarschijnlijk alsnog gebeuren. Maar ja, we gaan het meemaken of wij dit kunnen gaan winnen. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. Oké, we hebben een potje gevonden. Ik ben wel benieuwd. We spelen tegen Gravenberg 86, Anthony, Neymar, Flashback. Niet het beste team wat je kan hebben. Dus misschien maken we nog een kleine kans. Maar ik zie Navas nu alweer rondlopen in het veld. Ik denk dat we niet veel kans maken. We gaan dat gewoon proberen. Pulisic, met een heerlijke onderschepping. Oh, hij blijft ook sterk. Cuadrado, dat is ongeveer de man van wie we het moeten gaan hebben, denk ik. Als dit geen buitenspel is, dan kan... Oh, wat doe je, grap? Wat is dit voor gaar schot? Dat was gewoon geen offside, hè? Dat had gewoon de 1-0 moeten zijn, helaas. Oh nee, daar gaat Chris. Daar gaat Chris. Oh, Areola met de redding. Chesney, ook zo'n lompe hoor ik, joh. Die kan toch helemaal niks? Die doet maar wat. Oh nee. Het kan gevaarlijk worden. Het kan heel gevaarlijk worden. Vooral als we het niet verdedigen. Nou, flikker op. Niet zo, toch? Ah!
En hij gaat nog op het dansen. Dan ben je wel een beest, man. Dan ben je wel een gruwelijke monster. 1-0 achter, jongens, helaas. Oh nee, daar gaat hij komen. Ja, 2-0 achter. Oh, en hij doet weer een hele mooie celebration. Wat een gekkie spelen we tegen. 2-0 achter, dat is wel jammer. Please, Cuadrado, man. Please, Cuadrado! 2-1! En we zijn weer terug in de game, jongens. Ik heb Cuadrado nu maar even in de spits gezet. In plaats van dat hij op het middenveld speelt. Want hij kwam daar wel goed tot zijn recht. Ik weet niet hoe ik het noem. Maar in de spits hebben we hem toch meer nodig. Aangezien hij de enige is in het hele team die wat kan. En dat bewijst hij nu maar weer. Heerlijk verdedigd van Chesney. Ik heb nu allebei de keepers trouwens op de back gezet. Oké. Kunnen we hem weer diep sturen? Probeer maar gewoon, weet je. Als hij hier een keertje langs glitchels nu, dan is dat heel lekker. Green hem, ja! Cuadrado, hij scoort de 7 minuten 2 keer. Lekker voor je. Heerlijk. Juan, wat een monster is dat, zeg. Oh, we zijn weer helemaal terug in de game, jongens. Kulusevski. Nog een keer. Oh, mis je die? Nee. Oh, hier ligt heel veel ruimte voor Pulisic. Maak hem maar af. What the fuck? Is dit voor schot? Kom op, hé. Hey. Kom op, man. Kom op. Waar moet ik heen? Ik weet het niet. Ik weet echt niet waar ik heen moet. Maar we hebben de bal toch. Kom op, Cuadrado. Cuadrado! 3-2! Hij doet het! Hij doet het! Hattrick! Oh mijn god. We gaan deze pot gewoon winnen. We gaan hem gewoon winnen. Oh, wat een goal zeg. Heerlijk. Heerlijk. Nu volhouden. 3 minuten. Kom op. A few moments later. Weg met die bal. Pleur die bal maar weg. Nee. Chesney. Hij wint het kopduel niet. Hij wint het kopduel niet. Nee. Nee. Ariola. Nee, nee. We krijgen hem nog tegen. We krijgen hem nog tegen, helaas. 3-3. Wel een heerlijke hattrick van Juan Cuadrado, jongens. Vond je deze video nou vet? Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Zet je notificaties aan. Mis je helemaal niks. Hoop ik dat ik jou bij de volgende video terugzie. Later. Up in hand, my lowest, the lowest. I can't control this or hold us. Till my final breath, I tell them this can go in the moment. So I pray over my daughter that her soul has solace. You know.